Een grote groep marktverkopers van de Vreedzaam Markt is donderdag op het ministerie van OW ontvangen voor een stakeholdersbijeenkomst. Daarbij zijn ook de problemen van de markt besproken met OW-minister Riyad Nur Mohammed. Het plan voor de waterkant is uitvoerig belicht. Het ligt in de bedoeling om het gebied langs de waterkant tussen het Wagenbouw en het gemaal van de Jodenbreestraat volledig te herinrichten. Een cultuurboulevard zal daarbij worden ontwikkeld met inachtneming van de wensen van de lokale stakeholders en het ministerie van OW. Het RGD Gezondheidscentrum Derde Rijweg brengt de zorg dichter bij de gemeenschap van Quatta. Het centrum dat gisteren in gebruik genomen is, is de tweede gerenoveerde gezondheidsfaculteit voor dit jaar. De regering zal desondanks blijven investeren in de sector. Volgens president Chandrika Prasad Santokhi werkt de regering ook aan oplossingen rond de waardering van zorgpersoneel. Volksgezondheidsminister Amar Ramadien zegt in de RGB een belangrijke partner voor het ministerie om het Suriname Hearts initiatief succesvol uit te voeren. Local Content Development is door de regering bij de uitvoering van het Surinaams River Dreigingproject als prioriteit aangegeven. Deze keus wordt dan ook gerealiseerd via de intensieve samenwerking tussen de MAS, het consortium Boscalis en bagagebedrijf De Boer. De verzorging van baggertrainingen, stages en de organisatie van rondleidingen aan boord van de baggervaartuigen zijn daar onderdeel van. Het doel van local content ontwikkelen is hoofdzakelijk gericht op de overdracht van kennis over het baggeren aan Surinaamse instanties en onderwijsinstituten.